Sensatiezoekers werden direct aan het begin van het gesprek uit hun droom geholpen door gastvrouw Sophie Hilbrand. Ze geeft duidelijk aan dat er geen juice op tafel komt. Roxanne, ik vind het zo leuk dat je er bent. We gaan het met je hebben over je nieuwe plaat, we gaan het hebben over jou, we gaan het niet hebben over jouw moeder. Hé, dat is jammer. De frituur kan uit, geen kroket op tafel. Maar waarom niet? Sophie, dat wil je niet, dat kan je niet, dat heeft ook te maken met juridische zaken. Mochten er mensen zijn ingehaakt vanuit boulevard, u kunt meteen weer terug, want daar gaat het hier niet over. We gaan het lekker hebben over muziek en over jouw album. Roxanne zegt er geen woord over, maar lacht beleefd en kijkt instemmend. Het is natuurlijk logisch dat ze van Kalit Sophie heeft geëist om het niet over haar moeder te hebben, want dan zou het achteraf in de media niet gaan over haar nieuwe muziek, maar alleen maar over de ellende in de familie Hazes. Waarom heeft Roxanne eigenlijk zes jaar lang niets nieuws gemaakt qua muziek? Onder andere heel veel in de studio, maar ook ondertussen moeder geworden. Er lag in principe wel vier jaar geleden een album klaar, moet ik zeggen, alleen door mijn eigen mentale toestand. Dat album is weggegooid. Ik was op dat moment nog niet in staat om een volledig album naar buiten te brengen, omdat ik best wel lang in een depressie heb gezeten en een grote aanleiding daarvoor was moeder worden. Niet per se dat mijn kind dat natuurlijk teweeg heeft gebracht bij mij, maar wel heel erg de druk van buitenaf. Er speelden bovendien dingen in mijn privéleven, al dus roxanne. Daardoor had ik constant het gevoel dat je een falende moeder bent, omdat dingen niet lukken. Daardoor werd ze ook herinnerd aan haar eigen jeugd. Het is geen geheim dat ik ben opgegroeid met een vader die veel dronk. Daardoor voel je je helaas wel eens onveilig in je thuissituatie. Op het moment dat je zelf moeder wordt, word je heel erg teruggeworpen en denk je: welke dingen vind ik mooi uit mijn jeugd, en neem ik mee en welke dingen laat ik achter? Veel mensen stellen dat Roxanne de enige normale hazes is. Schaamt zij zich niet voor die naam? Ik haal wel ook heel veel trots uit mijn achternaam. Ik ben echt ontzettend trots op wie ik ben en wie mijn vader was. Roxanne werd twee uur later overigens volkomen afgekraakt om dit tv-optreden. Johan Derksen in vandaag een site, haar vader zong precies wat bij hem hoorde, maar zij wil een beetje in die chansonhoek het Nederlandse lied brengen, maar ze kan het niet aan. Het is ongeloofwaardig, zoals zij het zingt.